Hallo allemaal, spirituele praktijk Vanessa Broosjes is hier met de boodschappen in verband met de liefde. Gisteren postte ik op mijn pagina drie rijtjes met drie verschillende stenen waar jij uit kon kiezen. Het ging hier over hoe ben jij in de liefde en wat mag jij verwachten op vlak van de liefde. Ik ben heel benieuwd wat de kaarten ons gaan vertellen en ik begin zo meteen aan de uitleg. De mensen die kozen voor rijtje 1 of de steen met het huisje, want ook achter de stenen zat een betekenis uiteraard. Dat zijn mensen die op vlak van de liefde echt stabiliteit nodig hebben, geborgenheid, zekerheden. Een huis staat eigenlijk ook voor een veilige thuishaven. Mensen die nood hebben om binnen in hun relatie, zal ik zeggen, veiligheid te hebben of te creëren, stabiliteit te hebben of het te creëren. En die eigenlijk een basis nodig hebben waar ze altijd terug naartoe kunnen gaan. Dat is heel belangrijk. Als ik ga kijken naar de kleuren ook, dan zie ik hier ook wel dat rood en geel echt overheerst. Rood staat ook voor uw eerste chakra, chakra op veiligheid. Hè, dus dat is uw stuitchakra, zal ik zeggen. Dus dat zijn mensen die echt stabiel in het leven willen staan en ook op vlak van de relatie. Als ik dan ga kijken naar het gele stuk, dat komt dan voor mij weer meer overeen met jouw zonnevlechtchakra. Die vertelt mij dat jij echt moet leven of dat jij iemand bent dat echt wil leven naar jouw intuïtie, naar jouw gevoel en zeker ook op vlak van de liefde en op vlak van een mogelijke relatie. De deur is hier wel toe, maar het handvat is er, dus dat wil ook wel zeggen van de deur kan open en toe. Maar misschien wil het wel zeggen, als jij nog niet in een relatie bent, dat jij toch wel iemand bent dat misschien een beetje de deur in het begin wat toehoudt, niet zo direct openzet, omdat je toch een beetje een afwachtende houding neemt. En dat je vooral ook, als het daarop aankomt, vooral jouw buikgevoel gaat volgen. Je weet ook eens dat jouw veiligheid, of dat die veiligheid binnen in een relatie of binnen in de liefde is gecreëerd met iemand, dat jij dan ook wel het toelaat om alles stilletjes te laten gaan groeien. Dus dat is de boodschap dat deze steen mij al vertelt. Nu, natuurlijk lagen daar ook kaarten bij en dat waren eigenlijk best mooie kaarten. De eerste kaart die ik daarbij had getrokken was 3 van staven. Nu, deze persoon staat hier op die kaart. Staven, dat is iets vanuit uw hart, vanuit uw passie, vanuit uw enthousiasme. Deze persoon staat hier eigenlijk klaar en hij is eigenlijk een vooruitblik aantoon in de toekomst. En die persoon is er klaar voor. Dus ben jij iemand dat nog niet in een relatie zit, dan wil dat eigenlijk zeggen dat jouw basis, jouw zekerheden er eigenlijk zijn en dat er eigenlijk toch wel gunstige vooruitzichten zijn. Ben jij iemand dat al wel in een relatie zit, dan wil dit eigenlijk zeggen van dat het echt wel dat er een stevige basis is gemaakt en dat er eigenlijk dat je de toekomst heel positief tegemoet kijkt. Je ziet ook het vuur, dat stond hier te branden. Je bent er helemaal klaar voor, je wilt er echt om beginnen. Of als je al langer in een relatie bent, dan brandt dat vuur ook nog. En blijf jij eigenlijk ook wel echt die positiviteit in die relatie zien. Dit is naar mijn gevoel echt een mooie basis, ja, laat het me zomaar noemen, voor een liefdesrelatie, een romance, een ja, op te bouwen. Dus dit is prachtig. Daarnaast lag ook de kaart, geef uiting aan liefde, vooruit en maak een romantisch gebaar. Dit is misschien een beetje een boodschap van, kijk, ook al is die stabiliteit en die zekerheid en die veiligheid er wel, en ook al blijf jij dat heel positief zien, is het toch wel belangrijk om ook wel binnen in een relatie
ja, te laten blijken en te blijven laten blijken dat je die persoon wel echt graag ziet. Dus bevestiging geven aan elkaar, dan niet alleen, maar ook, ja, je kunt op zoveel mogelijk manieren laten zien dat je de andere persoon graag ziet, hè. Maar ook diepgaande gesprekken, want ik zie hier ook, hè, als ik ga kijken naar de kleuren, ook hier komt weer dat rood van dat huisje voort, hè, en het gele komt hier ook in voor, toch wel heel straf. Dus ook weer hier stabiliteit en zekerheid is heel belangrijk. Leven vanuit je gevoel, van wat jouw intuïtie vertelt, jouw buikgevoel. Het blauwe staat hier voor mij voor communicatie, dat communicatie binnen in jullie relatie of binnen in een mogelijke liefdesrelatie voor jou heel belangrijk is. En dan het groene, leef vanuit je hart. Voel, ga en toon het aan elkaar. En door dat te tonen en niet alleen te zeggen, maar ook echt te laten voelen aan de anderen, ja, zit er eigenlijk naar mijn gevoel op alle levels goed. Dit is voor mij een prachtige combinatie van kaarten. Zeker ook met je steen erbij, want dan heb ik ook nog, kijk, de kaart van de beer. De beer, die staat voor mij ook voor een beer, dat is ook een dier dat er staat, deinst ook niet terug, dus is ook heel zeker van zijn eigen stuk. Maar een beer, moederbeer, is ook zeer zorgend. Dus dit is ook naar mijn gevoel dat jij een zorgend iemand bent binnen in een relatie voor de partner. Of dat jij heel graag hebt dat er voor jou gezorgd wordt. Dat je toch wel die aandacht ook nodig hebt. Deze kaart vertelt mij ook nog van het moment dat jij weet, dit is mijn partner, hier ga ik voor. Dan kan ook heel de wereld zeggen, dit of dat of zus of geen. Nee, jij blijft echt zeker van, dit is het hier voor mij. En jij blijft daar dan ook heel standvastig in. Nu, een beer staat ook voor knuffelbeer, knuffelen, liefkozingen, warmte, maar ook voor lust. Lust mag ook, hoort ook absoluut thuis binnen in een relatie of binnen in de liefde. Dus ook dat aspect is voor jou heel belangrijk. Schoon, hè? En dan had ik daar nog andere kaartjes opgetrokken en het eerste kaartje was daten en de tweede kaart was vriendschap. Wat dat deze kaarten mij vertellen is van hoe sta jij in de liefde of wat verwacht jij in de liefde, dat jij het heel belangrijk vindt, stel dat jij nog niet in een relatie zit, hè, dat het voor jou heel belangrijk is om, je ziet hoe cozy dat die hier bij elkaar zitten, het is echt een schoon kaart, hè. Er zullen zo verliefd op worden. Maar dat jij het heel belangrijk vindt om heel veel, je ziet dat ook op die kaarten, aandacht aan je partner te besteden. Dat vooral heel belangrijk is. Elkaar goed leren kennen. Mekaar ja, binnen en binnenste buiten leren kennen. En ook al heb jij misschien al een langere relatie, toch vertelt deze kaart mij dat jullie het heel belangrijk vinden, of dat jij het belangrijk vindt, om ook binnen in die relatie af en toe terug een date in te plannen met elkaar. Dus effectief tijd te maken voor elkaar. Of misschien heb je dat wel net terug wat meer nodig. Dus dit is eigenlijk ook wel, ja, een kaart die dat mij vertelt van het moment dat jullie eigenlijk, ja, met twee zijn, dan dat is hier gewoon fantastisch, hè? Dan groeit, bloeit, schijnt het licht op jullie. Jullie hebben alleen maar aandacht voor elkaar. Dit is eigenlijk echt wel heel mooi. Daten is weten. Dus ook als je nog niet in een liefdesrelatie zit, dan is dit een hele belangrijke stap. Kijk ook eens een keer van hoe reageert die persoon, hoe gaat die met mij om. En zoek ook steeds naar die stabiliteit, naar dat vertrouwen, naar die zekerheden en naar die veiligheid. He, want dit, ja, dat huisje vertelt mij ook nog wel voor een stuk dat jij ook iemand bent dat graag binnen de comfortzone blijft. Uw woonst, uw thuis, dat is uw comfortzone, dat is de veilige thuishaven waar dat je je goed voelt, waar dat je echt positief naartoe kunt kijken. En daten is dan soms wel een stukje uit je comfortzone komen, maar als jij gaat daten, zal jij altijd gaan kijken of gaan voelen naar van, kan ik bij die persoon
Ja, is dat stabiel? Kan ik daar zekerheid bij vinden? Kan ik daar dat vertrouwen in opbouwen? Waardoor dat ik eigenlijk met alles wat ik zit, met al mijn gevoelens en emoties, kan ik die zomaar op tafel smijten zonder dat de andere partij dan eigenlijk de benen neemt. Want dat gebeurt ook wel heel vaak. En dat is iets wat jij eigenlijk niet wil. Jij wil eigenlijk ook iemand die daar stevig in zijn schoenen staat, gegrond is, stabiel is en waar dat je eigenlijk van zegt van... Kijk, ik hoef hier niet aan te twijfelen, dit is het voor mij. Daarnaast heb ik dan ook de kaart vriendschap getrokken. Vriendschappen zal sowieso belangrijk zijn in jouw relatie. Niet alleen met elkaar of met jouw partner, maar ook vriendschappen die je buiten je relatie hebt. Die blijven toch ook wel belangrijk voor jou. Dat wil ook zeggen dat je een zekere vrijheid ook wel nodig hebt binnen in die relatie. Want deze kaart zegt mij, vrijheid, er is niets dat je zou kunnen tegenhouden. En doordat jij binnen in die relatie die stabiliteit, die zekerheid, dat vertrouwen hebt opgebouwd, weet jij dat die vrijheid, dat dat mogelijk is. Dat je niet te hard vasthangt en dat je vertrouwen kunt hebben in je partner, waardoor dat je niet elke keer in angst moet schieten van als... Die persoon of uw partner of uw toekomstige partner is afspreekt met vrienden om eens een keer op stap te gaan. Vriendschap gaat ook om loyaliteit naar elkaar toe. Vertrouwen naar elkaar toe. Dat is ook belangrijk. Maar wat doen echte vrienden ook bij elkaar? Zot doen, onnozel doen, plezier maken. En ook dat is hetgeen dat jij eigenlijk binnen in jouw relatie verwacht of zoekt of nodig hebt. Hè? Een maatje... Ja, zo een teamgenoot. Ik zal het zo zeggen. Een maatje waar dat je zowel serieuze gesprekken mee kunt hebben, als ook plezierige gesprekken mee kunt hebben. Waar dat je zot mee kunt doen, waar dat je plezier mee kunt maken. Maar dat je toch ook echt wel volledige aandacht hebt voor elkaar. Wat ik ook nog misschien wel even wil zeggen is, ik had hier ook wel gezegd van de beer zorgen en zo. Soms kan die ook wijzen op jaloezie. En daarom is misschien ook vrijheid toch wel een hele belangrijke van. Probeer ook bepaalde stukken van jaloezie los te laten, want dat komt verder uit angsten uit vorige relaties. En probeer je open-minded open te stellen vanaf het moment dat jij bij een partner bent of in een relatie zit waarin dat je merkt, kijk... Wij zijn bezig met een veilige thuishaven op te bouwen. Dan mag jij echt wel jaloerse stukken laten varen. En mag je echt ook wel vertrouwen hebben in van, kijk, dit is het hier. Ja, ik vind dit eigenlijk een prachtige boodschap voor de mensen die rijtje 1 hadden gekozen. Alsjeblieft, ik lees heel graag jullie feedback hieronder. Of dat jullie je erin kunnen vinden op de YouTube-pagina. Of op mijn Facebookpagina. En ik wens je veel succes in de liefde. En dan hier de boodschap voor mensen die rijtje 2 hadden gekozen. Of mensen die dat het rijtje van de regenboog hadden gekozen. En uiteraard leg ik jullie ook graag uit wat het de regenboog wil zeggen, want daar zit ook uiteraard een betekenis aan verbonden. De regenboog staat sowieso voor verbinding, voor connectie, voor zo een diepe zielsband. Hè? Dat een stukje. En dat is eigenlijk iets dat jij heel hard nodig hebt binnen in een relatie. Die verbinding, die connectie, jij moet dat kunnen voelen. Daarnaast is die steen ook vooral blauw. En blauw staat ook echt voor je keelchakra. En dat wil ook echt zeggen van dat jij heel hard nood hebt om jouw gevoelens, jouw emoties binnen in een liefdesrelatie te kunnen uitdrukken, te kunnen vertellen waar dat jij mee zit. Maar misschien is dat niet altijd zo gemakkelijk voor jou of is het binnen in jouw relatie niet zo simpel. Al die kleurtjes wil ook eigenlijk echt wel zeggen dat jij naar mijn gevoel een creatief iemand bent en dat je dat je dat ook wel kan uiten binnen in jouw liefdesrelatie en dat je eigenlijk heel graag ook echt heel veel eigen inbreng hebt in de relatie en dat jij iemand bent dat er toch wel staat en dat niet zo snel... alles van de anderen zal laten afhangen. Jij bent echt iemand dat zijn eigen kleur kan toevoegen aan de relatie en daar ook echt voor wil gaan. Hoe ben jij nog in een liefdesrelatie? Naar mijn gevoel ook echt iemand die dat, ook al is het moeilijk, ook al is het pijnlijk,
altijd zal blijven zoeken naar verbinding. Zal blijven proberen te zoeken en trachten van toch die connectie in stand te blijven houden, compromissen te maken om over de brug te komen, die zaken. Ja? Dus dat vertelt mij eigenlijk wel van verbinding is voor jou heel belangrijk. Nu, ik had daar nog andere kaarten. Ik had er kaarten bij getrokken en de eerste kaart was 10 van zwaarden. Dat wil eigenlijk zeggen dat jij echt wel bezig ook bent op vlak van de liefde of van, ja, van een relatie, zal ik zeggen, met een afronding. 10 staat sowieso voor voltooiing, afronding. Het is eigenlijk bekend gedaan, om het zo maar te zeggen. Dat kan zijn dat er een einde komt aan jouw liefdesrelatie. Ik zeg wel, het kan zijn. Maar je merkt toch wel dat er binnenin de liefdesrelatie misschien stukken zijn waar je van zegt, dat moet ik nu achter mij laten. Dit doet te veel pijn. Er zitten naar mijn gevoel nog stukken van onverwerkte trauma's in. Onverwerkte stukken van vroeger, die dat je eigenlijk nu mag gaan loslaten. En zit jij niet in een relatie, dan kan deze kaart ook vertellen van dat jij eigenlijk er klaar voor bent, zal ik zeggen, om het single leven eigenlijk op te geven. En dat je eigenlijk echt verder wil gaan naar het zonlicht, naar het licht, zal ik zeggen. Maar toch wijst deze kaart echt wel op heel veel pijn en heel veel verdriet. Deze kaart vertelt me echt dat er toch nog wel heel wat trauma's en pijnpunten zijn, blokkades, die jou kunnen belemmeren in een nieuwe liefdesrelatie of in jouw relatie. Van waar komen die pijnpunten of komen die trauma's? Is dat uit deze huidige relatie of is het uit vorige relaties? En ja, wat ga je daarmee doen? Deze kaart zie je zo dat die vrouw vertrekt. Dus het is een vertrek, een pijnlijk vertrek, oftewel uit de relatie, oftewel uit het single bestaan, oftewel laat jij gewoon bepaalde stukken achter. Dat wil niet zeggen, even geen paniek, dat je uit je relatie uit gaat stappen voor de mensen die dat dit hebben gekozen. Deze kaart staat ook voor heling. Dat jij eigenlijk begint te beseffen van, het is tijd dat ik mijn pijnpunten, mijn pijntjes, zoals ik dat altijd zeg, uit het verleden, die dat ik heb uit vorige relaties of uit deze relatie, dat ik die ga aanpakken en dat ik daarnaar durf gaan kijken. Dat die het daglicht gaan zien. En dat is eigenlijk heel moeilijk. Maar dat je daaraan gaat werken, dat je jezelf gaat toelaten om te genezen van die pijnpunten, om dan daarna verder te kunnen gaan. Want jij weet zelf ook wel, doordat je nog met zaken zit uit vorige relaties, dat dat altijd een blokkade is, dat dat een belemmering is op hoe dat het verder kan gaan. En jij wil ook wel echt, en jij wil echt tot die verbinding blijven komen. Dat is echt iets waar dat je naartoe wil. En deze kaart vertelt mij dan van dat het tijd is om te gaan helen, om te gaan genezen van die stukken die dat je vroeger eigenlijk allemaal hebt meegemaakt en als trauma bent gaan ervaren. Het is misschien ook uw muur die je daar rondom uw hart is gezet door, waardoor dat je misschien jezelf niet zo gemakkelijk niet meer terug kunt openzetten, dat u wat gaat tegenhouden. Maar dan is er die regenboog. En die regenboog, die kan over die muur van je hartje overheen gaan, waardoor dat de persoon die dat u echt ziet voor wie dat je bent, en u dat u aanvaardt voor wie dat je bent, dat die eigenlijk een brug kan vormen met die regenboog om tot bij je hart te komen. Dus dat die muur er nog wel even mag zijn, maar dat er toch al die connectie, die verbinding is. Sta daar dan ook voor open om tot die verbinding te komen. Want dit kan de ware liefde zijn. Ware liefde. Dit is de romance van je leven. Dus jij bent nu, als je niet in een relatie zit, ben jij nu eigenlijk stukken uit je verleden aan het proberen los te gaan? Of ben je eigenlijk klaar om in iets nieuws te stappen? Je wilt het gewoon. Je bent nog wel aan het genezen van de pijn, want je hebt heel veel pijn gehad. Hè? En misschien kan je wel of wil je wel echt uit die relatie uitstappen, omdat je zoiets hebt van, ik wil echt naar die ware liefde gaan. Dat is hetgeen dat ik nodig heb. Waar jij je ook zelf vol overgave in durft te geven. En dat merk ik wel van, dat dat hier momenteel niet is. Die overgave tot het geweldige is er niet. Dus als jij nu in een relatie zit en jij hebt zoiets van, ik sta op het punt om toch uit die relatie te stappen, is het omdat jij naar die ware liefde wilt gaan. Omdat je voelt, dit is het niet wat dat het is. En omdat jij eigenlijk zegt van, ik wil
echt dat gaan beleven, die ware liefde. Zit jij nog niet in een liefdesrelatie, dan wil deze kaart eigenlijk vertellen van kijk, ga jezelf helen. Kijk je donkere schaduwkanten aan en durf het te zien. Zodat jij eigenlijk ja, naar die ware liefde kan komen. En dat jij je gaat durven connecteren, durven verbinden met anderen en dat je eigenlijk tot overgave binnen in een liefdesrelatie durft gaan. Ik heb daarop de slang getrokken. Dat wil zeggen dat er toch nog wel dingen zijn waar dat jij aan vasthangt. Een slang is iets dat claimend werkt, iets dat het je niet loslaat. Een slang kan ook heel wurgend werken, kan ook heel verstikkend werken. Dus wat is het binnen in jouw relatie dat zo nog werkt? Wat kan jij nog niet loslaten? Wat is nog het moeilijke om verder te gaan? Misschien zit er ook wel binnen in jouw huidige relatie heel veel giftigheid. Zijn er ook zaken die niet gezond zijn binnen in die relatie? Waardoor dat zo moeilijk is om verder te kunnen gaan. Wat houdt jou nog tegen? Ja? Welke verleidingen kom jij nog op je pad tegen binnen in jouw relatie? Of als je niet in een relatie zit, wat houdt jou nog tegen? Wat belemmert jou nog om naar die ware liefde te gaan? Wordt het niet tijd om te gaan transformeren? Om te durven gaan naar ja, die slang eigenlijk los te laten? Om eigenlijk verder te kunnen gaan? Dat is hetgeen wat jij eigenlijk eens een keer jezelf moet afvragen. Even wachten. Mijn zoon komt even binnenvallen. Goed, dus de slang zit daar toch wel bij. Dan heb ik hier ook nog de kaart getrokken, prinses. En dat wil eigenlijk zeggen dat jij, als je gaat kijken, dat is een, ik vind dat een heel mooie kaart, maar die prinses zit in het donker. Dat wil eigenlijk zeggen, naar mijn gevoel, dat er toch nog duistere kanten zijn bij één van de twee. En dat nog niet alles gezien mag worden of kan worden. Het zit nog donker. Er zijn nog schaduwkanten. Er zijn nog stukken die dat moeten geheeld worden. En daarvoor is het tijd dat jij echt naar jezelf gaat kijken. Welke stukken zitten nog in mijn schaduw, zal ik zeggen, die daar eigenlijk naar boven mogen komen om ja, die stukken te gaan helen, om die stukken te gaan genezen. Wat mag er nog getoond worden of wat mag ik zelf gaan aankijken om tot die ware liefde te komen. Om tot die mooie, unieke connectie en verbinding te komen. Wat? En daarvoor is communicatie een hele belangrijke. En van het moment, communicatie met de juiste mensen uiteraard, die dat jij vertrouwt. En vanaf het moment dat jij die donkere kantjes van jou kan gaan aankijken en kan gaan durven loslaten en kan gaan durven genezen, zal ik zeggen. Dan ga jij komen tot deze kaart overvloed. En daar ga ik zelfs nog iets vertellen, maar als ik kijk naar het hartjes, naar het kaartje van het liefdesorakel, dan vind ik dat deze twee kaarten enorm hard op elkaar trekken. Die prinses die is heel mysterieus. Die laat het achterste van haar tong ook nog niet zien. Die zit ook nog in het donker. Er is nog te veel niet geweten, nog geheim, nog dingen dat opgehelderd en opgeklaard moeten worden. En als ik dan ga kijken naar dit, ook deze persoon staat hier helemaal gesluierd. Laat alleen de ogen zien. En ook hier zijn de ogen heel duidelijk zichtbaar blauw. En ook hier zijn ze mooi blauw. En de boodschap van deze kaart is mysterie. Op de juiste tijd zal alles aan je geopenbaard worden. Laat het mysterie zich in alle rust ontwikkelen. Dat wil vertellen aan mij, of wil mij zeggen van kijk, je moogt het nu ook allemaal nog niet weten. Ga even naar binnen. Keer naar binnen. Wat is het? Wat mag er nog gezien worden dat je nu misschien nog niet durft aankijken? En vanaf het moment dat dat allemaal gebeurd is en dat je echt terug tot verbinding kan komen, want dat is hetgeen dat jij zo nodig hebt, dan ga je dit verwachten op vlak van de liefde. Overvloed. Hoe prachtig is dat? En kijk eens, ook hier, en niks is toeval, hè, staat een prachtige regenboog op. En dat is toch wel ook wel die kaart hier. En kijk eens, die spiegeling van dat kasteel staat hier ook. Dan ga je eigenlijk echt... Ja, dat kasteel staat voor mij ook voor ware liefde. Een kasteel is de plaats waar je je goed voelt, waar je je veilig voelt. En dat heb je ook bij je ware liefde. En die ware liefde is iemand dat jou gaat projecteren. Waar dat je eigenlijk een beetje spiegeltje aan de wand gaat kunnen doen. Om het zo
maar even uit te drukken. Waar dat het gevoelsleven heel mooi gaat zijn en stabiliteit er gaat vinden, die verbinding er sowieso gaat zijn tussen jullie, hè, maar het is naar mijn gevoel nog eerst even werkendag. Het is nog een beetje een mysterie, ja? Voor mensen die binnen in een relatie zijn, ook die kunnen nog even met hun eigen schaduwzijde te maken hebben of met donkere kantjes van zichzelf of van hun partner, die dan mogen aangekeken worden. Welke stukken worden er nog voor elkaar achtergehouden? Maar weet van het moment dat dat allemaal van de baan is, dat er gewoon prachtige overvloed is aan liefde, aan verbinding, aan connectie en aan heel veel warmte. Voor de mensen van Rijtje 2, ik wens jullie heel veel succes. Ik wens jullie ook heel veel liefde. En als jullie je hierin kunnen vinden, dan lees ik heel graag jouw feedback hieronder, onder dit filmpje of op de Facebookpagina. Alsjeblieft. En dan de mensen die voor rijtje 3 hadden gekozen of het rijtje met de steen met de boom. Want uiteraard is er ook aan die steen een boodschap verbonden. Hoe staan deze mensen in de liefde of in een relatie? Wel, deze mensen, naar mijn gevoel, leven ook echt vanuit hun hart. En zijn mensen die meestal, naar mijn gevoel, de dingen heel traag willen opbouwen, hun tijd ervoor gaan nemen, maar ook wel, ja, dan naar echt iets heel stabiel willen gaan. Mensen die willen blijven groeien, die willen blijven bloeien in hun relatie en die er helemaal voor willen gaan. Naar mijn gevoel zijn dit ook echt wel mensen die toch op tijd en stond ook wel hun grenzen willen aangeven of kunnen aangeven of zouden dat eigenlijk moeten doen binnen in een relatie ook. Dus dat is eigenlijk hetgeen dat bij mij binnenkomt qua boodschap, zal ik zeggen, bij deze steen. Mensen ook die dat wel een bepaald zicht hebben van hoe moet een relatie eigenlijk ook wel echt zijn. Ze hebben daar een bepaald beeld van, maar ze staan ook open om hun kijk op de liefde, hun kijk op een relatie ook wel af en toe bij te sturen om dan de dingen eens vanuit een ander standpunt te bekijken of te benaderen om dan toch weer wel een beetje verder te gaan. Ook naar mijn gevoel toch wel mensen die ook wel best creatief met bepaalde zaken kunnen omgaan in de liefde en die dan niet echt zeggen van zo en zo en zo moet het zijn, maar die daar eigenlijk ook een ruimere kijk hebben, een ruimere blik hebben en die daar heel vaak ook meerdere mogelijkheden binnenin de relatie zien en dat het niet enkel maar zo is, hè, zo met de oogklepjes op, maar echt die daar een hele ruime, brede kijk hebben op vlak van de liefde. Mensen die echt wel een stevige relatie willen, een stevige basis willen, zal ik zeggen, die dat goed gegrond is, waar stabiliteit ook heel belangrijk in is. Maar ook echt zeker en vast mensen die volle bak leven vanuit hun hart, waar dat hun gevoel er ook echt moet zijn. Nu, ik heb daar dan kaarten bij getrokken en de eerste kaart was Aas van Zwaarden. De A staat sowieso altijd voor een nieuw begin. Maar, ik heb al gezegd, hè, mensen die, opla, die vanuit hun gevoel leven. Maar ook deze mensen zullen bij in hun relatie soms toch wel ook vanuit hun denken, vanuit hun beredeneren, gaan kijken naar de liefde, naar de relatie toe. Ben jij nog niet in een liefdesrelatie, dan kan deze kaart mij vertellen dat je echt wel dat er een nieuw begin opkomst is. Dat kan op vlak van de liefde zijn, maar ook dat je misschien inzichten hebt gekregen in bepaalde stukken waar dat je misschien nog mee worstelt naar de liefde toe. En dat zou wel eens een keer kunnen zijn, omdat dat hier in de volgende kaarten ook wel ergens een beetje in ligt. Nu, mensen die al wel in een liefdesrelatie zitten, die kunnen door deze kaart bijvoorbeeld nieuwe inzichten krijgen in de relatie of nieuwe mogelijkheden zien binnen in de liefdesrelatie. Altijd wel vanuit het denken en altijd wel een bepaald patroon volgend of een bepaalde cyclus volgend, maar toch waar dat het licht eigenlijk uitschijnt, waar dat ze toch wel heldere inzichten krijgen in hun relatie, dat ze toch wel zien van, ah, maar eigenlijk zit het hier zo, zus of zo. Dus mensen die, ja, ook wel steeds verder op willen klimmen, die niet maar
op hetzelfde vlakke lijntje blijven, zal ik zeggen. Maar die dat hun relatie ook telkens naar een hoger level willen bouwen, willen opklimmen, zal ik zeggen, om dan uiteindelijk verder te kunnen gaan. Nu, ik heb daar ook de kaart op getrokken van de romantische engelen en die vertelde mij: trek je zielsverwant aan. Je gebeden, je affirmaties en je visualisaties helpen om jullie bij elkaar te brengen. Ben jij bij iemand al in een liefdesrelatie, dan wil dat zeggen dat dat jouw zielsverwant 9 op de 10 kansen is. Een zielsverwant, wat is dat nu? Dat is iemand dat je sowieso al in jouw vorige levens hebt ontmoet, al hebt gekend. Een soulmate, zoals dat ze dat ook wel zeggen. Het kan zelfs een tweelingziel zijn, maar het kan ook evengoed een soulmate zijn. Waar dat je eigenlijk, en als je gaat kijken, hè, hier gaat je een trap naar boven. Ze vliegen als. Hier gaat je een trap echt naar boven, hè. Dus je vertrekt beneden en je trap gaat naar boven. Dus je wilt je binnen in een relatie ook altijd verhogen, verbeteren. Je wilt je naar een hoger level doen. En als je hier gaat kijken, dan zie je hier de vrouw, gesteund door de man, dat eigenlijk ook een engel is. Maar die vrouw die kijkt ook naar boven. Dus die wilt ook echt, ja, dat energie, frequentiegehalte, zal ik zeggen, tussen jullie beiden naar een hoger level trekken. Als jullie samenkomen, dat voelt ook echt, jullie willen het beste, jullie halen het beste uit elkaar naar boven. En dat is ook hetgeen dat binnen in jullie relatie eigenlijk zo'n kracht is. En dat zo prachtig is, zal ik maar zeggen. Ja, ben jij niet in een liefdesrelatie, dan vertelt deze kaart mij dat je eigenlijk enorm bezig bent met het uit te sturen van wat dat je eigenlijk wilt binnen een liefdesrelatie en dat je echt wel nood hebt aan zo'n soulmate. En als je zo iemand tegenkomt, een soulmate, hè, waar dat je eigenlijk tot dezelfde zielenfamilie behoort, dan is dat, hoe moet ik het zeggen, gelijk thuiskomen. Je voelt dat aan, die connectie is er direct. Dat is ook echt vanuit het hart, vanuit het gevoel. Maar er zal altijd een stukje beredeneerdheid in blijven zitten bij jou. Toch wel voor een stukje, hè? Dus dat is ook wel een beetje iets dat daarbij zit. Nu, jij bent het sowieso aan het uitsturen naar het universum wat dat jij wilt, wat dat jij graag verwacht van een partner, hoe dat jouw partner eruit moet zien qua innerlijk dan, laat het ons zo zeggen, hè, want qua uiterlijk, ja, dat kun je niet bestellen, gelijk bij een bol.com, zal ik maar zeggen. Dus je bent het sowieso aan het uitsturen, hè. Durf het ook echt te vragen aan de engelen, aan het universum, van wat dat jij eigenlijk wil. Visualiseer het ook, voel het ook, hoe dat jij eigenlijk echt wil dat jouw relatie gaat zijn. En dan ga je dat ook aantrekken. Natuurlijk, geduld speelt daar wel een hele schone rol in, hè. Nu, ik heb er nog een kaart op getrokken en dat vind ik eigenlijk wel heel straf. Ik heb daar de kaart de boom op getrokken. En de steen was ook de boom, dus het is wel heel toepasselijk dat dat toch weer wel allemaal terugkomt. In de vorige kaartendeks was dat ook voor een stukje. De boom vertelt mij dat jouw relatie heel stabiel is, heel gegrond is, heel geaard is. Ook niet altijd te zweverig is, maar echt, je staat ook met twee voeten, alle twee in, op de grond, van dit is het, hè. Ja, dat het heel traag, maar stabiel is. Dus een trage groei, maar wel een hele stabiele groei. Als er een liefdesrelatie aan zit te komen. Hè? Of dat dat ook de manier is waarop dat jij eigenlijk het liefste wil dat het groeit. Als ik dan ga kijken naar die boom, hè, en zit je al in een relatie, dan is dat echt wel een stevige fundering, zal ik zeggen, jouw relatie. Is dat echt een stevige basis. Maar blijft het, net zoals ik daar straks had gezegd, toch wel ook nodig om je grenzen goed te blijven aangeven, dat jij je echt goed blijft voelen en dat die verbinding met jezelf ook heel belangrijk blijft. Dat je die binnen in je relatie niet gaat kwijtspelen door jezelf weg te cijferen naar anderen toe of naar je partner toe. Dus dat is wel, blijf heel duidelijk je grenzen aangeven. Nu, het is een prachtige boom, dus het is naar mijn gevoel ook echt wel een hele mooie relatie of toch iets waar je aan het uitsturen bent om te kunnen gaan manifesteren in de toekomst. Ik heb er dan ook nog twee andere kaartjes bij getrokken en uit het Journey to of Soul Journey deck.
En dat is de kaart geluk. En als je dan ziet, dan zie je hier echt gezinsgeluk op. Er zijn wel af en toe wat piekeringen, wat wolkjes. En dat is ook weer dat stukje denken dat daar eigenlijk terug in thuis hoort. Hè. Maar eigenlijk weten jullie wel van, goh, als we bij elkaar zijn, dat is hier een match made in heaven. Ik geef mij over. Wij voelen ons goed thuis bij elkaar. Het gezinsgeluk kan er ook bij horen. Kan, hoeft niet. Maar het is echt zo van, ja, die warmte, dat straalt daarvan. Het is puur, het is mooi. Ja, je voelt je goed bij elkaar. Hè? Het is speels. Het is een leuke, aangename relatie. En dan heb ik er nog een kaart bij getrokken. En dat is vastzitten. En dat is ook hetgeen, denk ik, waar dat je hier wel voor een stukje mee zit. En ook met je grenzen aangeven. Mensen die dat deze rij hebben gekozen of deze steen hebben gekozen, die zitten misschien nog wel een stukje in hun eigen gedachten, in iets vast misschien. Wat houden jullie nog wat tegen? Of welke bedenkingen? Want je zit echt ook nog wel voor een stuk in je denken. Er is wel een nieuw begin, het is wel een aha-moment. Hè? Maar er zijn nog stukken dat u nog vastzetten, waardoor dat je echt soms nog het gevoel hebt van, oeh, ik moet hier uit. Jij hebt ook nog, ja, ook al is die stabiliteit er en is die zekerheid er en groeit dat heel mooi en traag en stabiel, zijn er dingen uit het verleden die dat, ja, u soms nog wat beperken, denk ik, in die relatie. Dat je soms het gevoel hebt van, ik heb hier eigenlijk alles wat ik nodig heb en toch heb ik het gevoel dat ik soms een beetje vastzit. Of dat er geen vooruitgang komt, of hey, naar dat hoger level gaan, dat er dan niet genoeg komt, dat je eigenlijk zoiets zit van, ja, het is hier zo te stabiel en ik heb nood aan, hup, naar boven gaan. En dat is eigenlijk iets wat je echt wel nodig hebt. Nu, de mogelijkheid is er wel om jezelf te bevrijden, maar daarvoor moet je dus ook weer terug naar boven gaan. En het kan soms van binnen u enorm schreeuwen, roepen, protesteren om dat stuk los te kunnen laten waarin dat je nog vastzit of waar dat je nog vasthoudt of gevangen houdt, om dan uiteindelijk te komen tot, ja, uw zielsverand, om tot dat hoger, ja, tot die relatie te komen op een hoger level. En dat is ook hetgeen, ja, waar dat je echt wel over zit te beredeneren. Je bent iemand dat vanuit je gevoel, vanuit je hart wil voelen en staan in een relatie, maar ja, dat rationele stuk neem je altijd mee en heb je echt nodig ook om te gaan beredeneren. Ik heb er dan ook nog de kaart op getrokken, kosmische timing. En ook hier weer een tak van een boom op. Allee, het is echt wel, niks is toeval, hè. Op de juiste tijd zul je het weten. Heb er vertrouwen in dat alles goed komt. Dus op de juiste tijd zal je ook weten van, wat houdt mij nu vast? Hoe kan ik mij hieruit bevrijden? Hoe kan ik zelf een stabiele basis vormen als je nog single bent om uw zielsverwant aan te trekken? Wat moet jij nog verder loslaten? Wat moet je u nog bewust van worden? Hè? Dus dat is dat stukje. Om, ja, die zielsverwant aan te gaan trekken. Om die stabiele basis te kunnen maken. Maar heb er vertrouwen in. Je bent vol een bak bezig met het juiste aan te trekken. En zit je in een liefdesrelatie, dan kan het echt zijn van, dat echt jouw zielsverwant is, maar dat er bepaalde stukken zijn uit het verleden of dingen waarin dat jij nog vastzit en dat het gewoon tijd is om daar eens over te gaan communiceren en gesprekken te hebben van hart tot hart. Alles gaat goed komen, want dat perfecte geluk ligt hier echt wel klaar. Dus het is een zielsverwant. Het gaat zijn als thuiskomen of het is als thuiskomen. En jullie voelen elkaar eigenlijk perfect aan. Laat het stuk van denken, want ook dat stuk denken kan je soms gewoon vastzetten. Laat dat ook een beetje los. Laat het vrij, laat het gaan en zie wat er op je pad komt. Je bent goed bezig met uit te sturen om het juiste te kunnen verwachten en te mogen verwachten op vlak van de liefde. Maar bewaar jouw grenzen heel goed. Dat is echt wel iets dat ik nog wil meegeven. Zo, dat was de boodschap voor mensen van rijtje 3.
Of van de steen met de boom. Ik wens jullie heel veel geluk en heel veel succes op vlak van de liefde. En als jullie je hierin kunnen vinden, of ook helemaal niet, ik lees heel graag jullie feedback hieronder op deze video of als comment op mijn Facebookpagina. Goed, dag!